Holy moly. Alles is er nog. Super vet. Vandaag bezoeken we een verlaten huis waar de tijd stil heeft gestaan. Een huis dat er nog zo onwijs mooi uitziet. En we direct het leven van de eigenaar terug kunnen vinden. Dit belooft weer een supervet avontuur te worden. Deze locatie is zeer onbekend en het is dus belangrijk dat we zo snel mogelijk uit zicht zijn. Via de rechterzijkant lopen we direct door de brandnetels naar achteren. Snel even schuilen voor een auto die voorbij rijdt en door om hierachter een ingang te vinden. Uiteindelijk stuiten we op een muur en als ik via de drone kijk, zie ik dat we via deze kant niet naar binnen kunnen. Als ik even later via Street View op mijn telefoon kijk, zie ik dat er wel een mogelijke ingang is aan de andere kant. Brandnetels in je nek. Brandnetels blijven vervelend, maar gelukkig heb ik wel lange mouwen. Nou. Het is nu zaak om zo snel mogelijk, ongezien, naar de andere kant van het huis te gaan. Om hier de tuin in te gaan. Sloot, ja. Kan je erin staan? Jeetje, hoe moeten we kruipen? Nog meer brandnetels. Brandnetels? Ja. Maar kijk. Hoe zitten we hier? We moeten die kant op. Kan je daar lopen? Ja, dan moeten we daar lopen. Check dat. Brandnetels. Doe ik van mijn gezicht. Door de fucking brandnetels, maar ik heb het er ook. In de brandnetels. Hou mijn gezicht. Ik moet er überhaupt nog op klimmen. Kijk, ik sta nog steeds hier. Oh, hier kan je er gewoon oplopen. Ja. Je hebt hier al eigen kassen. Hier een schuurtje. What's behind door number one? Hij is open, gelukkig. Wat een mooi uitzicht op de straat, denk ik. Deur is open. Deur is open? Deur is open. Oké, gaan we erin. Bouwlampen. Dat doen maten voor elkaar. Hè. Die maken de weg natuurlijk. Spinvrij. Jezus. Oh. Zo, kijk dit. Wauw. Dit is gaaf. Ik weet al precies wie hier gewoond heeft. Ik stap hier nu net binnen en ik weet direct al wie hier heeft gewoond. Buiten dat ik hier een foto van een vrouw zie, zie ik hier een foto van een of andere legercommissaris. En allemaal van die Delfts blauwe kopjes. Maar deze legercommissaris, die heeft hier gewoond. En wat apart deze kunst die zo naar voren hangt. Oh, dat is om je krant tussen te doen. En poppen in de hoek, gadverdamme. Hey. Jullie hebben geluk deze week. Ja? Wat is er? Niet één, niet twee, maar drie koelkasten. Drie koelkasten? Oh, ja. Dus we gaan drie keer wat zit er in de koelkast doen. Nou. Zullen we de grootste bewaren voor het laatst? Ja, gaan we klein beginnen. Klein beginnen. Wat zit er in de koelkast? Wat zit er in de koelkast? Ja, daar gaat hij, de eerste koelkast. Buiten een hele hoop schimmel. En daaronder. Oh, er liggen chocolaatjes in. Hier. Gadverdamme. Ja, dit is wel echt een 6,5. Een 6,5? Dit is wat je natuurlijk wil aantreffen in een koelkast. Daar gaan we weer. Oeh, die hendel zit al los. Dat zijn al minpunten. Nee, maar het is een lege... Een lege schoongemaakte. Vriezer is het. Met een accu. Er zit wel accu in. Dit scoort al minder. En ik vrees dat dit ook wel hier vlees in zit. Hebben we een jackpot, weet je. Wat zit er in de koelkast? Ja! Koelkast 3. Wat zit... Fucking hell. Wat? Oh, hij is nog vol. Kan je die bovenste open doen? Ik denk dat het... Dat is alleen een klepje, die bovenste. Die allerbovenste. Oef. Oh. Wat is dat? Hier staan nog allemaal etenspakken in. Om je vijver mee te reinigen. Oh, maar deze stinkt. Wat zit er in die bakjes? Die zijn leeg.
Er zit iets in. Ik ruik het in de kaas. Oh, helemaal beneden in. Onderste. Nee, ook niet. Wat zit erin? Er moet iets in zitten, want hij stinkt enorm. Dit is het. Dit is wel echt... De beste van de drie. Dit is een hele mooie koelkast. Mooi vuurtje. Ja, dit is wel vet. Je hebt locaties zonder koelkast. En hier heb je drie koelkasten naast elkaar. Een koelvrieskast. Ja, dit is bizar. En dan hier de kakaretten. Zal er nog water op staan? Ja. Ja, en er komt ook nieuw water bij. Als je nog een poepje moet doen, dan kan dat hier. Ja, doet de verlichting het? Dat weet ik niet. Zal ik eens een knopje zoeken? Dat is goed. Moet je kijken wat er gebeurt. 3, 2, 1. Ja. De verlichting werkt hier nog. En het water doet het ook? Trek de wc maar door. Ik geloof je niet. Vet, hè? Ja. Zal dan hier het water ook nog werken? Ja. Moet je nog een was draaien? Nee. Want die doet het ook nog. Dat is ook... En er zit nog was in. Dat meen je. Ja. Kijk. Hier zo, was. Dit is wel heel erg... En als je deze stekker erin doet... Echt abrupt weggegaan hier. Die mensen zijn echt hier... Die wisten gewoon niet dat ze weggingen. In één keer zijn ze weg. Ja. De was in de wasmachine. De was in de wasmachine. En aan deze planten te zien zijn de mensen al wel een tijdje weg. Ik heb voet, en van dit halletje loop je hier, zit hier geen ramen? Nee. Loop je hier de woonkamer in. En hier zal de verlichting ook werken. Ja hoor, hij werkt. Luc. Ja. Moet je zien. Hier werkt de lamp ook nog. Ja, maar heb je ook gezien wat hier nog in die kasten liggen? Nee. Kijk eens hier om de hoek. Ze verliest alles gewoon. Alles is er nog. Achtergebleven zoals ze hier zo weggingen. Super vet. Maar hoe duur is dit servies? De dikke en de dunne. En hij is aan de dunne. Wat uniek deze beeldjes. En dat schilderij. 1948 komt dat schilderij. En hier een ouderwetse schoenmaker. Opa met een snor en een bril die een boek voorleest. Het is een alcoholist met een hond. Heeft wel een tandartje al aan. Ja, waarom heeft hij een tandartje al aan? En dat is de kruidenman. Ja, het kan toch? Ja, dat kan. Wat een beeldjes, hè? Beeldig. En dit is? Oh, dat zijn Chinese beeldjes. Dit is de Chinese hoek. Zie je, met de Dalai Lama. Ze best wel met China gehad hebben, denk ik. Want ze zijn best wel van dat soort beeldjes. Mm-hmm. Ja. En de hond van de familie. Waar? Ja, ik zag hem daar op het raam en daarboven ook al. Zo, kijk aan deze kant dan. Ook helemaal vol met beeldjes. Hoeveel beeldjes spaarden deze mensen? En allemaal oude... Hier heb je wel een jager. Een man die een pijp rookt. En dat is met een spinnenwiel of zo. Oh nee, die maakte klompen, denk ik. Maar hij had zelf wel normale schoenen aan. En zwaantjes en zo. Hoe vet is dit? Hier moet het licht ook aan kunnen. Ja, ik denk achter die deur. Achter mijn deur? Of achter. Oh, hier. Hier, ik heb hem. Bingo. Ja, die werkt ook. En de stereo-installatie die nog aan kan, gaan we natuurlijk niet doen. Dan vallen we echt te veel op. Zo. Die beeldjes had ik nog niet eens gezien. Ik hoor een klein beetje kriebelig van al die beeldjes. Ja, het zijn er wel heel veel. Maar ik denk serieus dat als er heel erg veel uit één bepaalde collectie komen, mm-hmm. dat hier gewoon een fortuin aan beeldjes zit. Ja, dat is niet normaal. En dat is ook de reden dat ze vaak deze locaties toch geheim houden. Ja, en dat gaan wij ook doen. Ja. Zo'n vaas als hierboven en die vazen die hierop staan, die kunnen al duizenden euro's waard zijn. Dan niet eens gesproken over wat er nog in de kasten zit. Oh, dat valt mee. Aktetassen, nagelschaartjes, een hele oude broodsnijder. Ik heb een datum. 2018? Ja, 30/9/2018. Dat zijn de maaltijden die door het zorgbedrijf hier afgeleverd zouden worden. Dus het zorgbedrijf komt hier maaltijden brengen. Prijssoep, een kipburger, andijvie, gekookte aardappel en een peer. Snel dit kastje weer dicht. Het kastje weer dicht, zoals ik hem heb aangetroffen. Maar wat is dit gaaf. Oh, en de sleutels.
Net een bobslangensleutel hangen eraan. De sleutel van de voordeur, de sleutel van de achterdeur en een bob. Bizar als je ziet wat hier binnen allemaal aanwezig is. Flatscreen tv's, een subwoofer, dus wel dingen van deze tijd. Onwijs veel beeldjes, misschien dat het wel tonnen waard is wat hier aan beeldjes staat. Voordat we even gaan kijken of er ook een bovenverdieping is, doe ik dus eerst even het licht uit. Als we ineens straks weg moeten of we vergeten het, dan brandt hier achter nog de verlichting. En dat kun je maar beter gewoon uitdoen, er kan allemaal brand van komen. En tijdens het teruglopen zie ik bij de ingang al de trap naar boven. Tijd om hier in de woonkamer de lampen uit te doen. En hierboven te gaan kijken. Wat is dit? Dat zou zo dik zijn. Dus dit lukt, jongens. Ik weet niet waar we zo gaan zitten. Ja, zal ik het eens doen? Hoe werkt zoiets? Hoe vet zou dit zijn als dit werkt? Nou, ik heb hier ook een afstandsbediening. Nee, doet het niet. Ik weet niet hoe die werkt. De traplift doet het helaas op dit moment niet, of weten we niet hoe die gaat werken. Ik zie de kabel wel. Die gaat hierheen, hier naar boven. Waar gaat die kabel heen? Hier heb je een kastje. Nou ja, en hier zit die uitstopcontact. Het is een oude kantoor. Ja. Super oude laptop. Super oude computer. Ja, die computers zijn best wel oud. Plus de hobbykamer. Het is ook van de tijd dat je een computer kon gebruiken zonder te gamen. Hé, maar ze waren wel echt gelovig. Kijk, hier ligt een kruidenbijbel. Van de kruidengod. Ja, maar even één ding. Ja. Wat gebeurt er als ik deze stekker hierin doe? Gaan dan die... Oh! Oh! Die computer gaat aan. Dat doe die ook aan. Ze starten op. Dit meen je niet. Niet. Zometeen starten deze computers op, die hier al sinds 2018 niet meer opgestart zijn. Gaan wel voorzichtig om met de data die we erop kunnen vinden. Ik denk dat deze computers al veel langer niet meer opgestart zijn. Ja, hij moet even een software update doen van anderhalf uur waarschijnlijk. Hier, die is KB's aan het laden. Die setup program. Oh, hij strike the key to F1 to continue. Nu heb je het alarm ingeschakeld. Kijk. Windows XP. XP. Van wie is deze beat? F1. Van wie is deze? Kijk dan, die gaat ook aan. Oh. Even video editen. Ik ga even video editen, ja. Hier, ontspanning. Dat is... Een potje hard jagen in een verlaten pand. Flipperen. Welke toetsen zijn dit? Door de spatie is dat... Dit meen je niet. Hoe flipper ik? Laat ik binnen. Oh, kijk. Wow. Goed, ik moet even kijken bij de opties. Spelfuncties. Inmiddels zijn we in de locatie en je moet ook op zo'n dag ontspannen. Dus heb ik besloten om even lekker een potje te gaan flipperen. Hier. Oh, hij komt terug. Yo. Dit gaat wel heel erg ver. Ik ga er ook natuurlijk niet te veel in persoonlijke dingen. Ja, meneer de eigenaar, ik heb even een software update voor je gedaan. Nee, ik ga hem netjes weer uitzetten. En die andere... Oh, wat klinkt dat lekker, hè? Maar die andere die wil dus niet aan. Wat is dat lekker, hè? Wat is dat lekker, hè? Dit is toch niet normaal? Deze. Moet je even inhouden. Oh. Ja, weet ik allemaal hoe dat werkt. Kom niet uit die tijd. Dankjewel, hè. Ja, uit. Nou, alles is uit. Maar wat vet. Ik heb gewoon geflipperd in een verlaten locatie. Het is bizar. Ik denk dat hier S001 staat of 2001. Dus dat deze computer 2001 komt. Nou, stekker er weer uit, computer uit, maar ja, dit was wel bizar. Wie kan dit zeggen? Ik heb geflipperd in een verlaten locatie en ik weet ook hoe deze persoon dood is gegaan. Dat is vies, man. Dit is niet normaal. Oké, we gaan van heel leuk flipperen naar ja, de plek waar de eigenaar is overleden. Dit is wel echt heftig. Ik ga het niet in beeld brengen, in ieder geval niet zichtbaar in beeld. Maar hier op bed zie je precies hoe die man lag. Ik denk op zijn rechterzij.
En hij is daar overleden. Zijn benen zo half. Ja. Dit is van dat... Hij is hier in bed, is die overleden. Ja. Dit was echt... Je had mijn gezicht moeten zien. Van heel vrolijk met dat flipperen. Naar deze kamer met de plek waar de eigenaar is overleden. Ik moet wel zeggen dat het meevalt met de geur. En zo komt de dood dan ineens toch een stuk dichterbij. Snel door naar de volgende kamer. Ja, hier is de vrouw overleden. Oh. Dit ruik je nog wel. Ja, hier is diegene overleden die het laatst dood is gegaan. Dit ruik je nog. En dit is denk ik die man geweest. Kijk, want zijn pak hing alweer klaar voor de volgende dag. Oh, baba. Dus misschien is zijn vrouw eerder dood gegaan. Geen familie gehad en daardoor dat lijkvocht ook nog op de bed. En hier is die andere persoon overleden. Maar ook gewoon, ook weer zijn hals. Echt gewoon tegen het, baba, godverdamme. Nee. Tegen de rand aan. Ja, man. Ja, ik wil... Ik hier even weg. Ja, ik ook. Ik vind het... Dit is treurig. Dit zijn helaas soms de verhalen van een eerbewijspand. Ja. Ja. Beide in eigen huis overleden. Ja. Doe je weg, het stinkt hier. De kasten zullen waarschijnlijk nog vol zitten met kleding. Maar ik heb niet eens meer zin om daar te kijken. Wil je op zolder kijken? Nee. Ja. Ik ben een beetje klaar. Alle lampen doen nog. Alles werkt. Zie je alles uit? Ja. Behalve de traplift, die deed ik niet. Nee, alles doet het behalve de traplift. Kijk, dat is apart. Wat? Hé! Hey. Nee, dat meen je niet. Bij dezelfde locaties waar we een paar afleveringen geleden waren. Rubens. Weer een Rubens. Waarschijnlijk is die vrouw overleden. Daar rook je ook bijna niks meer. En bij die man rook je nog dat die sappen redelijk vers waren. Het zou gewoon heel lang geleden, lang daarvoor nog kunnen zijn gebeurd in die andere kamer. Dat ja, die vrouw. Binnen geweest of zo, ik weet niet. Ja, heftig. Heftig. Nu we toch nog even terug zijn in deze woonkamer, nemen we hier nog snel even een kijkje. Wat is deze woonkamer super mooi ingericht en halen we het gevoel van de eigenaar van deze locatie hier weer op. Maar wat was deze locatie een rollercoaster? Zeker ook met het gevoel dat we nu hebben door de slaapkamers boven. Deur zit dicht. Ja? Ja? Wat zit hier in die garage? Nog een klein beetje sprinten omdat we hier in zicht zijn. En dan kan het laatste stuk van het vertrek beginnen. Op de heenweg zag ik al dat hier achterin een uitgang is die veel makkelijker is dan de manier hoe we binnenkwamen. Als je een hele moeilijke ingang vindt. En een hele makkelijke uitgang hebt. Wat was dit een bizarre locatie. Ik hoop dat jullie... Sorry, gaat uw gang. Ik hoop dat jullie deze locatie net zo spectaculair vonden. Wat een omgang van het spelen van Flipper op de computer naar twee dode mensen. Hallo. Hallo. Vonden jullie dit nou een vette video? Hier aan de zijkant staan nog andere video's. Mijn Instagram, Mark ben ik, die staat hier beneden. Is dit de eerste keer dat je mijn gezicht hebt gezien, kun je daar beneden abonneren. En dan check ik jullie weer bij de volgende video. Laters. En blijf altijd hallo zeggen tegen fietsers. Ja.